Abdul Momand is 15 jaar geleden uit Afghanistan naar Nederland gevlucht. En hij is nu al vele jaren lang de conciërge van de sint michaël -school in Hazerswoude-Dorp. En nu heeft hij plotseling van de IND te horen gekregen dat hij het land uit moet, terug naar Afghanistan. En zijn kinderen, ja, die mogen hier blijven, die mogen mee, ze zoeken het maar uit. Abdul is daar heel erg verdrietig over. En de school? De school is erg boos over deze gang van zaken. We gingen een kijkje nemen op de sint michaëlschool in Hazerswoudendorp en spraken met Abdul en we spraken ook met de directeur van Disseldorp. Bent u erg geschrokken van de uitspraak van het IND? Ik ben zo geschrokken. Uh, ik, ik ben uh, erg ziek geworden en ik ben gisteren ook bij huisarts geweest. Ik, heb, ik kan niet slapen. Ik kan niet uh, goed uh, duidelijk praten niet. Uh, ik ben uh, gisteren zo sterk in medicijn. Ik ben mee twee uur. Ik ben geslapen van afgelopen week tot uh, gisterenavond. Wanneer heeft u eigenlijk die mededeling gekregen? Uh, vorige week, woensdag 18 januari. En dat ging per brief? Uh, ja, dit is beschikken van AND. Waarom bent u vanuit Afghanistan hierheen gekomen? Ja dat uh, is een goede vraag en ons land is begin uh, 1992 uh, country, country, is burgeroorlog de hele land de hele provincie veel mensen zijn dood, dan is er we gekijken welke provincie is veiliger een jaar één voor provincie, een jaar ander voor provincie. Gevlucht met mijn vrouw, uh, met iedereen bekende. Daarna ik ben gezocht, een dus klein beetje geld. Die kan, die kan. En mijn, uh, daarna ik ben uh, via Pakistan. Ik, ik ben uh, 97, Ik ben vlucht van Nederland. Dus u heeft eerst in Afghanistan zelf van provincie tot provincie gevlucht? Ja, ja klopt die. Deze tijd is in de, in, de, in, in de burgeroorlog, dus mijn moeder en mijn zus ook doodgeschoten. Waarom heeft u nooit een, is, is uw asielzoekaanvraag nooit gehonoreerd? Ja, ik ben toen ik ben gekomen in Nederland, ik ben 20, 18 oktober, ik ben gekomen in 20, 1997. Uh, 20 oktober, ik ben aangevraagd voor verblijfsvergunningen. Ik heb uh, die allemaal overleggen met de AND. Met, met de Daarna, ik, na de procedure, 3 uh, 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 februari 1999. Ik heb verblijfsvergunningen van AND. Normaal. Dat heeft u toen wel gekregen, of niet? Toen, ik heb het gekregen. niet. Voor hoe lang? Voor uh, 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 een jaar, uh, uh, toen is ze oude witte, een jaar, elk jaar is ze uh, na de drie jaar gekregen verblijfvergunning voor onbepaalde tijd. Maar waarom is dat dan nu afgelopen? Uh, de is afgelopen is uh, nu is afgelopen. Uh, toen, uh, daarna is ik ben gekregen uh, een ver, verblijfvergoeding onbepaalde. onbepaald. In uh, uh, 2000 en uh, oktober ik ben geweest bij rechter in Den Haag. Daarna is de Den Haag van mij verblijfvergoeding ook corrupt, zeggen ze allemaal is goed. Ga je maar blijven in Nederland. Daarna in 2000 is uh, van. Uh, uh, Amisbericht gemaakt ...en in, AND uh, samen met Bouteland zaken deze dus, uh, 1F uh, voor vluchtelingen. Deze 1F is alles mensen. is... Uh, wat zegt u nou, een 1F? 1F, een ja. Een F. En wat is dat? Ja, ik ook allemaal kan niet duidelijk voor. ...dit deze, is deze heel moeilijk, politieke woorden, het is, is, is moeilijk, dus AND weet. Eh, alleen de artikel 1F, dit is voor, voor mensen als toen. En voor 1992 in Afghanistan bij de overheid werken die, voor deze mensen niet. Um. Voor defensie en voor uh, veiligheidsdienst en voor binnenlandzaken, voor deze mensen. Dus Misschien tegen misdadige mensen, als mensen bij defensie gewerkt en bij de veiligheid werken, deze artikel NF is voor misdadigen. Dus verdachte. En wat heeft, hoe zat u daar dan in? Ik ben niks, ik ben gewoon een gewone man, ik ben normaal. Ik ben... Nee, maar waar, waarom kreeg u dan 1F? Ik heb niet gekregen. Oh, wow. Ik heb gekregen, is dus algemeen 1F. Oh. Daarna in 2008, de artikel 1F voor mij ze toepassen. Ze dus toepassen voor jou ook. Daarna die procedure door, 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 tot de afgelopen oensdag. Alle vier wij gekregen verblijven. Alleen 2004. Mijn kinderen met mijn vrouw is niet een nationaliteit gekregen. Ik heb het niet gekregen. Ik ben gewoon normaal, onbepaalde tijd verblijfvergunningen. En waarom heeft u het dan niet gekregen? Ja, daarom is het AND tegen mij: ik heb een brief gekregen. Wij gaan uw situatie gaan onderzoeken. Ja. En nou staat in uw dossier dat uh, u in de. Uh, in, de, in de oorlog aan de kant van de Russen stond, voor de Russische Veiligheidsdienst werkte. Is dat zo? Nee. De Russische Veiligheidsdienst deze tijd, ik ben 17 jaar. Alle Russen komen in Afghanistan, dit is 17 jaar ik ben. Mijn leeftijd is 17 jaar. Deze, ik ben in de school van middelbare school. Na de twee jaar, ik ben op weg naar de Defensie gewerkt. Dus u zegt ook dat daar niet van waar is? Nee, dit is niet waar. Oh. Er is een dossier waarin dat staat. Dus we dachten, misschien komt dat daardoor. Ja, dit is een politieke vraag. Dit is politiek tegen ons. Wij zijn gewone mensen. Nee. Ja. Ik ben niet ogen mensen. Nee. Ik ben niet generaal. Ik ben niet ministerie, ik ben niet directeur van Afghanistan. Nee. Wat gaat er nu gebeuren? Want u heeft u die brief gehad, uh, u moet het land uit. Hoe ga, wat gaat er nu verder gebeuren? Ja, dus, voor mij is het heel erg moeilijk. Hè? Voor deze leeftijd kinderen is ook moeilijk. 2006 mijn, uh, is mijn vrouw overleden. Ja. Dat kan niet, de kinderen moeten alleen staan, hier. Hoe vindt u dat de hele school die, uh, voor ja, u opkomt? Ik vind het heel leuk. De school is, ik ben tien jaar bezig met deze school. Ik ben tien jaar geleden, ik ben 2002, ik ben gekomen bij deze school. En sinds Mega-Scholie. Iedereen kent meneer Abdul. Iedereen kent Abdul. Daarom is tien jaar 60, opa, oma, Buren en, 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 en de hele Rijndijke, de hele dorp, ook Rijndijk, bijna de alle uh, tien scholen van de basisschool, van van Iedereen bekend. Denkt u dat de minister zal zeggen van iedereen houdt zoveel van Abdul, hij mag in Nederland blijven? Ja, ik ga. Ja, dit is de uh, minister is. Uh, moet denken voor mijn situatie, is een heel moeilijke situatie. En uh, voor anders, voor de situatie, anders. Voor mij is helemaal een andere situatie. Nee. Dus het is nu eventjes afwachten hoe deze actie uitpakt. Ja, ik ga het wachten. Nu alleen is vragen is. Mijn, ik heb ook van een advocaat gevraagd. Die, alles, ik ben twee keer, drie keer bij de rechter geweest. En deze is niet eens meer met de rechter. Die. Nu al de vierde keer gaat naar de rechter. Die. En misschien volgende maand, misschien volgende week. Nou, die, also, ik krijg een verblijf van nog van de rechterij. A&D is niet eens. Nou, ik wil graag dat dus, A&D beslissen beter dan de rechter. He. Oké, okay, ja, dat begrijpt dus niemand. Dus we hopen nu maar dat de handtekeningactie gaat werken. Ja, De handtekeningactie is dus van ouders een uh, reactie. En er is ook heel veel pers op afgekomen. Ja. Hè? Dus ouders van het dorp, de voetbalwedstrijd, de Mijn Kinderen van de School, Astayarten en de hele dorp. En voetbal van uh, uh, Alphenbusch. deze hoek is bezig. Koude Kerk aan de Rijn is ook bezig. En Benthouse is ook bezig. Wist u niet hè, dat u zoveel mensen had die u nee heel laten. Blijven. Ja, kijk eens Alice, ik ben een slechte man waarom die allemaal achter bij mij staan. Nou, dat moet dus wel iets goeds in zitten. Ja, ik, 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 ik dacht dus, dat komt goed allemaal. Oké, okay, ik wens u heel veel succes. Dank u ja, voor dank dit dank gesprek. U. We hebben het over uh, Abdul uh, Momand. Uh, wanneer kwam hij voor het eerst hier uh, bij de school? Hij is in 2002 hier op school komen werken als conciërge en sinds die tijd uh, is hij één geworden met de school. Hoe is hij zo bij de school terechtgekomen? Via de werkverziening voor uh, asielzoekers en uh, melkbanen in die tijd is hij hier uh, gedetacheerd en door de school in dienst genomen. En hij is nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. En ik wil ook nooit meer weg. Ook. Ja. Wat doet hij hier allemaal in school? Um, ik denk dat ik uh, beter kan zeggen wat hij niet doet. Dat is lesgever. De rest wat er voorkomt aan werkzaamheden, doet hij allemaal. De school is helemaal van hem afhankelijk geworden. Ja, als hij er een half uurtje niet is, dan uh, is het schoon in Rep en Roer. Ja. Nou, u maakt hem al een hele tijd mee. Uh, hij is ook al heel lang met die procedure bezig om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Dat heeft u ook zo meegemaakt? Ja, ik uh, ben zelf hier werkzaam af van Nef 2003. En sinds die tijd uh, weet ik ervan. Uh, en heb ik ook de hele procedure verder meegemaakt. Kunt u het uitleggen waarom het nou ineens zo'n probleem is? Uh, nee. Uh, Alleen denk ik dat, van, dat men denkt, regels zijn regels uit. En daar wilt u gewoon niet meer over praten? Nee, ik vind dit ook in dit geval niet belangrijk. Ik vind meer dat we moeten kijken naar van de mens en uh, wat geldt er voor zijn gezin. Want dat is een hele moeilijke situatie nu geworden. Hè? Dat is een zeer moeilijke situatie, dat gezin. Hij staat er alleen voor om twee uh, opgroeiende kinderen op te voeden en dat doet hij uh, voorbeeldig. Maar die kinderen hebben geen enkele kans als uh, vader wegvalt. De minister zou moeten besluiten dat de um, beslissing van het IND niet uh, goed is. Hij kan het terugdraaien, kan niet doen omdat er vormfouten eventueel gemaakt zijn of omdat hij zegt van uh, de menselijke kant spreekt hier. En misschien spreekt het ook nog wel mee dat deze procedure al heel erg lang duurt. Vast, uh, het is het een jaar of vijftien? Het duurt al vijftien jaar, want uh, op het moment dat hij hier binnenkwam, uh, is de procedure al gestart. De overheid heeft diverse keren hem een verblijfsvergunning gegeven. En nu uiteindelijk beslissen van nee, we trekken hem maar gewoon in. Hoe valt zo nou iets uh, bij de kinderen hier in school? Uh, kinderen zijn boos en bang. Dat zijn twee hele belangrijke zaken. We hebben meer kinderen die niet in Nederland geboren zijn. Die kinderen vragen zich op de eerste plaats af: van, zijn wij nu de volgende die aan de beurt zijn? Uh, de kinderen hoeven er op zich er niet bang voor te zijn, maar het is wel zo. Het leeft bij hen. En de andere kinderen zijn boos. Die vinden van Abdul hoort bij ons, Abdul uh, is hun aanspreekpunt. En uh, die snappen niet waarom dit nu gebeurt. Dus ze zijn ook wel actiegezind. Ze zijn heel actiegezind. Uh, kinderen zijn maandag uh, nadat ze het gehoord hebben meteen op pad gegaan om handtekeningen op te halen. Ik heb ze hier al liggen. Uh, ze zetten een, een huispagina ze opgezet uh, waarop ze vragen aan mensen om te reageren. Er is een uh, pagina op internet waar ze uh, uh, volwassenen een handtekening kunnen zetten. En uh, dat stroomt vol. Hoe, hoeveel tijd heeft u nog om deze actie succesvol te voltooien? Niet zoveel tijd neem ik aan. Um, volgens uh, Abdul zijn advocaat uh, hebben we nog uh, twee, drie weken. Dus dat, uh, wordt, u heeft geen tijd meer uh, om de docent en onderwijzer hier les te laten geven. U moet in actie? Um, nee, we vinden ook de toekomst van kinderen wel belangrijk. We geven wel gewoon les, maar we hebben voldoende ruimte om de kinderen in ieder geval hun emoties te laten spreken.